Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag beantwoorden Matthijs en ik de vraag van Laura. En Laura vraagt, even kijken hier, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Dat is de vraag van Laura. Ja, en ik denk dat jij daar in eerste instantie het beste antwoord op kan geven. Ja, nou, ik was in Zweden op vakantie geweest. En daar had ik iemand geholpen. En die wilde heel graag geholpen worden in de buurt waar hij woonde. En toen kwam ik toevallig op de site van Femke en toen dacht ik, oh, nou, dit ziet wel iemand uit die goed kan helpen. En toen had ik het doorgestuurd, wel had ik even geconnect met Femke, verder nergens meer aan gedacht. Totdat ik op een gegeven moment zag dat ze stadsverlichting gaf. En toen voelde ik, ja, ik moet daarheen. Nog helemaal niet verder nadenkend hoe of wat. Maar ik voelde gewoon, ja, ik moet daarbij zijn. En daar ontmoet ik Femke voor het eerst. Ja, misschien wel leuk om te zeggen wat stadsverlichting is. Heel veel mensen weten dat niet. Stadsverlichting is een moment om letterlijk stil te staan bij de stilte. En ik vulde dat onder andere in met yoga en met meditatie. En daar zag ik inderdaad Matthijs voor het eerst. En toen was het liefde op het eerste gezicht. Liefde op het eerste gezicht. Ja, ja, precies. Dus dat is eigenlijk hoe we elkaar hebben leren kennen. Bedankt voor je vraag. Ik hoop dat je zo antwoord hebt gekregen. Als je het leuk vond, laat het dan even hieronder bij de comments weten. Of doe het duimpje omhoog. En abonneer je even gratis op mijn kanaal, zodat je ook op de hoogte bent en blijft van de nieuwe video's die er aan gaan komen. En mocht je nog een vraag voor ons hebben, kan je natuurlijk ook altijd nog hieronder in het reactieveld stellen. Alvast bedankt en tot de volgende video. Doeg! Doeg!